Beste kijkers, welkom weer een aflevering van Anwar. Vandaag gaan wij Remeha Afanta cv-ketel redden van zijn ondergang. Een oude man die belde mij, zijn wat oudere cv-ketel deed het niet meer. En het is koud en kil, dus ik dacht, ik moet deze man helpen. Alleen, ik wist niet dat ik een drama zou tegenkomen, want deze ketel is nog nooit onderhouden. Althans, volgens de klant wel. Weet je wat? Kijk zelf maar, want je gaat echt heel veel leren van deze ketel. Dit is een van de ergste cv-ketels die ik ben tegengekomen. Dus ik hoop dat je er veel van opsteekt. Maar voordat we verder gaan, jongens, geef even een dikke duim omhoog en abonneer op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte. Voor nu, oh ja, nou, ik vraag veel kijkplezier. Hoe red je jouw cv-ketel van de noodlottige ondergang? Kijk goed en luister, want dit is geen klus voor Bob de Bouwer. Ik heb strijders nodig die de koep van een E4-storm strijden. En jij gaat met mij de tijd aan. Wij zijn commandanten in de arena van techniek, met het lot van een Remeha Afanta in onze handen. Oké, de voorplaat is verwijderd. En wat ik zie, doet mijn hart sneller kloppen. Een vloedgolf van condenswater, onheilspellend en onverbiddelijk, barst uit de warmtewisselaar. De ketel bloedt. Worstel voor zijn leven. En jij bent de uitverkoren om deze strijd te winnen. Zet je schrap, want vandaag duiken we in de diepte van de vakmanschap. Dit is het uur van de waarheid. Een moment dat elke cv-ketelbezitter vreest. Volgens hem is onderhoud uitgevoerd. Maar wat ik zie vertelt me meer. Dit is moedwillig veroorzaakt door een andere mislukking. Maar houd moed, want ik ben hier om je te gidsen door de doolhof van de technische uitdaging. Elke stap een strategische zet om dit mechanische hart weer tot leven te wekken. Stop. Wees alert. Haal diep adem. Elke actie is van essentieel belang. Het eerste gebod. Behoud je kalmte. Laat paniek niet je oordeel vertoebelen. Grijp je gereedschap vast. Voel hoe het in je handen past. Een verlengstuk van je wil en vaardigheid. Bereid je voor op een taak die zoveel precisie als geduld vereist. Dit is een reddingsmissie. Een gevecht om deze keten terug te brengen van de rand van de afgrond. Dan de brander. Het kloppend hart van deze stalen reus. Die schreeuwt om inspectie en reiniging. De isolatieplaat doordrenkt als een spons. Getuigd van een intense woeste golf van water die het heeft doorstaan. De venturen is de volgende stap. Essentieel voor de juiste lucht-gasmenging. Cruciaal voor de werking van de ketel. Het verwijderen ervan vereist aandacht en zorg. Ik blaas het water uit de ventilator. Een delicate operatie die vaardigheid vereist. Dit is het hart van de keten, waar elke detail telt. Nu komt het drogen. Met een modulerende elektrische brander ga ik zorgvuldig te werk. Elke beweging bedachtzaam. Ik droog de ventilator en de elektronica op 50 graden. Een kritieke temperatuur om de schade te voorkomen. De ventilator, het hart van de ketel, is kwetsbaar en vereist mijn uiterste aandacht. De brander is de volgende stap. Hij lijkt op een regendouche die dringend ontkalkt moet worden. Ik werk gestaag door, mijn focus onwikbaar. Elke onderdeel dat ik reinig en droog, brengt de ketel dichter bij zijn herrijzenis. Dit is meer dan een klus. Het is een missie van zorg en herstel. Ik ontkoppel de voorplaat van de ventilator. Een actie die mijn volledige concentratie vereist. Ik voel een mengeling van frustratie en vastberadenheid om dit te herstellen. Nu begint het hermonteren van de ketel. De voorplaat van de warmtewisselaar wordt teruggeplaatst. Zorgvuldig om ervoor te zorgen dat alle aansluitingen correct zijn. Ik smeer het rubber in met siliconenvet. Een essentiële stap voor een veilige en luchtdichte afdichting. Dit is geen routineklus. Het is een kunstvorm. Een balans tussen kracht en precisie. Met Abdul aan mijn zijde, een betrouwbare strijder in deze strijd, werkt hij aan de andere kant aan het drogen en reinigen van het karkas van de cv-ketel. Onze handen bewegen in een perfecte harmonie. Onze acties zijn synchroon. Terwijl ik verder werk aan de cv-ketel, voel ik dat elke onderdeel zijn eigen verhaal vertelt. De ring die de afdichting tussen de venturen en de ventilator verzorgt, is mijn volgende uitdaging. Voorzichtig verwijder ik deze, bewust van het belang van deze stap. Elke stukje aanslag verwijder ik met geduld en precisie. Het is een delicaat proces. Er mag geen gruis in de ventilator komen. De montage van de venturi wordt een moment van opperste concentratie. Elke aansluiting moet naadloos passen. De grafietbranderafdichting plaats ik met uiterste zorg. Als een schild tegen gaslekken en elektronische storingen. Zet de ring stevig op zijn plek. Vastgeklemd door een krachtige voorplaat. Plaats de draak in zijn kooi en let op. Hij kan er maar op één manier in. Dan. Met een vaste hand zet je de deksel van de brander vast. Klaar voor actie. Zorg deze ervoor dat de brander stevig is bevestigd. Gereed om te lanceren. De isolatie dient als een schild tegen de woeste draak. Een bescherming van de voorplaat tegen intense hitte. Adem zijn geur niet in voor een lang leven. Dan de ontsteking. Een klein maar een essentieel onderdeel. Ik plaats deze met de grootste zorg.
Mijn ogen gericht op elke detail. De gasleiding, glanzend en gereinigd door Abdul, wordt nu bevestigd. De precisie van ons werk is van cruciaal belang. Elke stap voelt als een overwinning. De voorplaatpakking klem ik zorgvuldig in de gleuf. Dit is een delicaat onderdeel van de montage. De ring mag niet scheef of half erop. De juiste plaatsing is essentieel voor de veiligheid en de werking van de ketel. De lip van de ring moet schuin naar voren wijzen. Dan mag hij pas de warmtewisselaar strelen. Met de bescherming van de ventilator op zijn plaats nadert het proces zijn einde. Dit is de thermische beveiliging. Een stille bewaker tegen gevaren. Wordt vervangen door een nieuwe generatie. Klaar om zijn missie voor te zetten. Dit is meer dan een reparatie. Het is een overdracht van vertrouwen en veiligheid. Het einde van onze epische strijd nadert. Blijf kalm en geduldig. Bevestig de voorplaat met een kracht van 4,5 Nm. Doe dit zorgvuldig en kruislings voordat je overgaat naar de luchtpijp. Koppel de ventilator zorgvuldig aan het branderautomaat. Doe dit met precisie en vastberadenheid. Gebruik een nieuwe pakking voor een perfecte gasafdichting op het gasblok. Wijs met de pijl van het gasblok naar de hemel. Staat hij verkeerd, dan is het game over. Activeer de ontsteker die als een bliksem werkt in onze strijd. Mijn hart bonst in mijn keel als ik de stekker in het stopcontact steek. De CV-keten, nu in mijn handen, begint aan zijn opstartprocedure. Ik houd mijn adem in. Wacht op het eerste teken van leven. Het zachte zoem van de ventilator. En dan... Daar is het, moment waarop ik wacht. Het geluid van de ventilator, een symfonie van succes. Het gasblok open en ik hoor de harmonie van lucht en gas. Dan het moment van ontsteking. Het is als het ontsteken van de Saturnus V-raket. Een kleine stap voor de ontsteker, een gigantische vlam in de warmtewisselaar. Een moment dat in mijn geheugen gegrafieerd staat. Maar mijn werk is nog niet klaar. Met de woele rookgasmeter in de hand controleer ik de ketel. De O2-waarden zijn nu perfect. Een lofzang op een succesvolle reparatie. De oude man, zijn gezicht lijkt op een modulerende CV-ketel. Zijn huis is weer een haven van warmte. Zijn veiligheid hersteld door onze gezamenlijke inspanning. Deze CV-ketel, gered door een combinatie van kennis en vaardigheid en vastberadenheid.